De burgerij zal bijna niets van de effecten van de introductie op belasting over de toegevoegde waarde BTW merken, zegt minister Stanley Ragubashing van Financiën in een informatiefilmpje van zijn departement. De rijken zullen met de komst van de wet meer belasting betalen. Ook is het noemenswaardig dat er geen belasting komt op basisgoederen. Het gaat er vooral om dat het belastingssysteem rechtvaardiger zal worden in 2023. Omdat door BTW je de consumptie belast, niet arbeid. Wat we gewend zijn in ons land is dat hoe meer je werkt, hoe harder je werkt, hoe meer belasting je betaalt. Wat we willen met deze nieuwe wet is dat niet zozeer je arbeid wordt belast, maar dat hoe meer luxe consumptie je consumeert, hoe meer belasting je betaalt. De rijken betalen daardoor meer belasting dan de armen. In deze wet wordt de belasting op basisgoederen niet geheven. Er komt geen BTW op basisgoederen. Dat betekent dat zaken die noodzakelijk zijn voor sanitair, voor vrouwen, voor de eerste levensbehoeften, dat die buiten deze wet vallen, niet belast gaan worden. De belasting geldt voor met name de goederen die een luxe karakter hebben. BTW wordt geheven op luxe goederen en precies daarin zit de rechtvaardigheid van het BTW-systeem, meent de bewindsman. De voorbereiding van deze wet heeft heel lang geduurd. En hij is voorbereid met het bedrijfsleven en de vakbeweging samen. Niet iedereen is daar helemaal tevreden over geweest. Dat heeft ertoe geleid dat er voorstellen gegaan zijn naar onze volksvertegenwoordiging, naar onze DNA. En dat betekent dat nog voor eind van dit jaar door de assemblee de puntjes op de i gezet worden om deze wet ingevoerd te krijgen 1 januari 2023. Wat merkt u als burger hiervan? Als het goed is, weinig tot niets. Omdat de introductie van de BTW-wet vooral bij bedrijven wordt geheven en niet zozeer bij de burgers. Er zijn wat producten die misschien in de winkel een klein beetje aan prijsfluctuatie onderhevig zullen zijn. Wij willen dat met het ministerie van EZ goed onder controle houden en zorgen dat de introductie van BTW op een goede manier plaatsvindt. De introductie van de wet verdient de steun van de gehele samenleving. De Belastingdienst zal de gemeenschap dan ook geregeld informeren over de stand van zaken. Ragubashing benadrukt dat hoe beter de BTW-wet loopt, hoe beter de economie in staat zal zijn om prijzen te stabiliseren in het land.